In deze video gaan we de meest gestelde vragen over zomerdekens behandelen. Jacob, wat is het voordeel van een zomerdeken? Ja, een zomerdeken geeft wat extra warmte in de zomer. Dus als je denkt dat het te fris is voor je paard, kun je een zomerdeken gebruiken. En welke zomerdekens hebben jullie? Ja, we hebben de Freedom Twill. Dat is eigenlijk de meeste zomerdeken zoals een zomerdeken is. Dat is deze deken. Een beetje zoals je vroeger katoenen dekentjes gebruikte, heb je nu een blend tussen katoen en polyester. Zodat je kleurvast is en ook slijtvast is en sterk is. Ja. Dus dat is het zomerjasje voor je paard. Daarnaast hebben we nog wat een aantal andere dekens die ook prima als zomerdeken zou kunnen gebruiken. De zogenaamde Power Cooler en de Competition Cooler. Dus in combinatie met Stay Dry van de Power Cooler en eventueel met vliegenstof, dat is de Competition Cooler. Dus als het wat warmer is, die kun je perfect als zomerdeken gebruiken. En sommige mensen gebruiken ook nog de vliegendeken als zomerdeken. Vooral de Buzz of Classic is dan ideaal geschikt, want dan hoef je ook wat minder te poetsen. Als je gaat rollen, dan in ieder geval de vuiligheid blijft van je paard weg. Ja, en de zomerdekens, zijn die ook waterdicht? Nee, zomerdekens zijn niet waterdicht. Dan moet je toch echt richting een regendeken gaan. Zoals de Smartex, de Power Turnout, de Sunshower. Ja. Als je echt een waterdichte deken zou willen. En waar is het te koud voor een zomerdeken? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ligt gewoon een beetje zelf wat je wil. Boven de 20 graden, zeker boven de 25 graden, denk ik niet meer dat je een zomerdeken moet gaan gebruiken. Misschien moet je hem alleen maar 's avonds op stal doen als het wat frisser is. Soms zijn de nachten wel koud en is het overdag veel warmer. Ja. En kun je een staldeken ook als onderdeken gebruiken? Ja, dat kan. Je kunt nog gaan mixen. Dat kan sowieso bij alle bukasdekens. Dus als je wil, kun je ze ook als onderdeken gebruiken. Ja. En kun je ook een onderdeken onder je staldeken doen? Ja, dat kan. Dat is niet een veel voorkomende optie, maar dat zou je eventueel kunnen doen. Als je wel in de gaten houdt als het deken maar schouderplooien heeft. Ja. Dat heeft de Freedom Twill toevallig niet. Maar de Power Cooler en de Competition Cooler hebben allemaal schouderplooien. En dan kun je ook weer combineren met andere dekens die ook weer schouderplooien hebben. Oké, nou dankjewel Jacob.